Samenleven in de Buurt is een project waarbij vrijwilligers in drie kleine huisjes komen wonen op een zorglocatie van Cello. 3 jaar geleden was ik hier bij een bijeenkomst en er waren heel veel familieleden en vrijwilligers aanwezig. En wat je daar voelde was dat er een hele grote betrokkenheid is van die mensen bij de mensen die hier al wonen, mensen met een beperking. Maar toch zijn de vrijwilligers vaak nog te gast op dit terrein. En wat we zagen met die opkomst van tiny houses, was dat steeds meer mensen het heel leuk vinden om kleiner te wonen en onderdeel te zijn van een grotere gemeenschap. Die twee gedachten komen hierin samen. Wat we gewoon willen is dat vrijwilligers werkelijk hier kunnen wonen, dat dit terrein ook echt van hen wordt. Waardoor we denken dat het voor zowel de huurders als voor de bewoners die hier al wonen, de mensen met een beperking, een mooi leven kunnen leiden. We hebben echt huurders gevonden die het heel leuk vinden om als vrijwilliger allerlei activiteiten te starten en daarmee aan de slag te zijn. Mijn interesse is enerzijds ontstaan omdat ik de woonvorm heel interessant vind. Ik vind juist inderdaad het wat minimalistische wonen spreekt me heel erg aan. En daarnaast wat ik voor Cello daarmee in combinatie mee kan betekenen. Met de mensen die hier zitten, de cliënten, een stukje dagbesteding invullen. En die combinatie die heeft ervoor gezorgd dat ik met veel enthousiasme hier nou zeg maar mijn intrede neem. Wat mij de grootste kick heeft gegeven is dat we toen we dit gingen onderzoeken van willen mensen dit echt. Dat we echt merkten dat in de buitenwereld mensen het super interessant vinden. Dus we hebben nu 3 weken een inschrijftermijn gehad en we hadden meteen meer dan 20 reacties. En daarbuiten zijn er nog veel meer mensen die het gewoon een super interessant project vinden. Dus dat geeft mij de energie en dat zorgt er ook voor dat ik denk dat dit op heel veel plekken in Brabant zou kunnen worden.